Goedemorgen zonder zorgen. Welkom bij een nieuwe video. Dag 4 in Singapore. Het is inmiddels 1 uur in de middag. En ik ben vandaag weer wat redelijk laat opgestaan. Want de jetlag die heb ik nog steeds te pakken. Maar ik heb straks les om 2:30. Ik ben in de tussentijd bezig geweest met de papieren ready maken. Om wat dingen aan te vragen hier op school. Het is allemaal heel veel werk hier en daar. Dus het neemt altijd wel wat tijd. Ik heb net heel snel een fiberreep gegeten. Want ik had honger en ik heb weer heel erg honger, want het is al 1 uur. Dus ik ga straks naar beneden even snel wat eten halen of wat fruit, ik weet het niet. Maar mijn les is tot 4:30, dus ik moet daar wel mee opschieten. En ik heb alle papierwerk op een USB gezet, dus die ga ik straks uitprinten. En dan probeer ik alles af te ronden voordat ik naar de les moet. Maar de les straks is... Ik weet niet meer. Ik heb mijn rooster gehad. Alleen ik begrijp dus daaruit niet waar precies het gebouw is waar ik les heb. Want je hebt gewoon in verschillende gebouwen les. Dus als ik straks het papierwerk ga regelen, ga ik het even navragen bij de service desk of aan een student. Ik heb een hele lijstje wat ik eigenlijk nog moet afwerken. Maar goed, dat komt wel wat later. Ik ben aan het aanmelden voor een buddy program. Dan kan je meelopen met de student van hier. Dus dat lijkt me wel interessant. Dat is een beetje wat nu gaande is. Ik ga heel snel dit afmaken. En dan richting de hal van gisteren. Waar ik ging filmen. Want ik wil daar dus het papierwerk inleveren. En meteen door naar de les. Oké, ik ben ready, steady to go. Ik ga heel snel mijn schoentjes aantrekken. En dan ga ik richting school. If I love. Ik heb net school gehad, een paar uurtjes. Het was best wel zwaar, best wel heftig. En ik heb zojuist boodschappen gehaald. Ik ben weer naar Prime geweest en mijn koelkast eindelijk geleverd. En ik wil nu graag nog eten gaan halen, die ik dan straks thuis kan opeten. Maar school voor de dag is klaar, dus dat is wel heel chill. En ik zie dat het hier altijd druk is, dus ik ben benieuwd. Boba thee. Ik heb er niet echt de pad trek in. Ik ga hier kijken en dan ga ik naar huis. En deze doos staat op mij te wachten. En het is mijn koelkast. Hij is echt zwaar. Hierboven ook nog een vriezerstukje. Och, en ik vond hem echt vies, dus ik heb hem snel schoongemaakt. En ik heb wat fruit erin, melk, pakjes, want dan kan ik mijn cornflakes daarmee eten. Een iced tea en een verse ananasjuice. Water, mijn ketchup. En last but not least, peper. Echt. Ketchup en peper zijn de twee dingen die gewoon zo belangrijk zijn in...
het koken van Surinaams eten. Dus die heb ik ook meegenomen als ik hier ga koken. En anders dan, ja, jammer. Maar goed. Ik ga eten, wat werken aan school. En dan zie ik later wel wat en hoe. Maar vandaag was niet heel interessant. Ik had mijn eerste lesdag. En het eerste vak wat ik had was finance. Of investment bedoel ik. Het was best wel moeilijk. Het niveau hier is best wel hoog. Ik word geappt, zie ik. Want ik moet straks mijn vakken kiezen. Dus dat ga ik ook doen. Want er ontbreken nog 1 of 2 vakken bij mij op mijn schedule. Dus dat moet ik nog even fixen. Ik ga avondeten eten. En dan misschien praten we later nog. Anders ga ik morgen verder met de vlog. Hallo allemaal. Het is een paar uurtjes later. Ik ben met wat schoolwerk bezig. Hier op de laptop. En ik ga deze jasmine green tea drinken. Die ik gekocht heb uit de supermarkt hier. En ik dacht, ik wil die graag met jullie delen. Volgens mij heeft het geen prik hoor. Oeh. Het ruikt heel erg sterk naar jasmijn. Oeh. En het is heel erg zoet. Er zit suikerriet in als een zoete component. Het is zeker wel een lekker drankje. En dit is echt een product die hier lokaal wordt geproduceerd. En van hier is. Het is gewoon een thee eigenlijk met natuurlijke suikers. En ja, dat was het spannende dingetje wat ik met jullie wou delen op deze avond. Maar goed, ik ga nog even mijn serie kijken. Ik ben nu aan de 3e seizoen, als ik het goed heb. Of 4e seizoen. In ieder geval het laatste seizoen van How to Get Away with Murder aan het kijken. Op Netflix. Want die is al een tijdje geleden uitgekomen. Maar ik ben er nu pas aan toegekomen. Dus die ben ik aan het kijken. Ik ga proberen vandaag tegen 12 uur ongeveer te gaan slapen. Oké, lieve mensen. Ik zie jullie morgen weer in de vlog. Geef een thumbs up als je het leuk vond. Subscribe voor de volgende vloggetjes. En dan zie ik jullie weer snel. Tot dan. Stay happy. Mwah.